Maar ik ben nog niet echt gevallen. Ik ben wel een paar keer gewoon zelf gaan zitten. Oh nee! Ondertussen staat Karine naast mij te slapen. Nou, we zijn aangekomen in Bottrop. Het is ondertussen al 2:30. En hier is Karine en Koen en Emily. En we zijn helemaal team roze, behalve Koen. Dat is een beetje jammer. Want ik heb zo ook nog een roze broek erbij. Want ik heb nu gewoon een lekker trainingsbroek aan en kan die er zo overheen. Dat is deze, denk ik. Dus ga lekker naar binnen. Christmas trees on fire, Santa's
Karin liet net het kaarsje naar buiten vallen. En er liggen 100.000 kaartjes dus beneden, omdat iedereen gewoon weggooit. Dus nu moeten we alle kaartjes gaan proberen om te kijken of het de goede is. Gaat heel spannend. Emily is nu buiten de kaartjes aan het uitzoeken. Oh, maar dan moet ik weer eventjes opletten dat ik zo weg kan rijden. Ja. Dit is echt. Yay! We zijn eruit. Hallo! Hallo! Nou, we zijn eindelijk weer terug. We leven nog. En we hebben ook eindelijk de video van gisteren geüpload. Want het was wel tijd, want aangezien we dus vandaag gingen snowboarden, is dat wat later geworden. Er is één gewonnen gevallen, dat ben ik. Want op de laatste keer naar beneden knalde ik keihard onderuit. Dus dat ging alleen een beetje rondrollen. Ja, maar ik knalde wel keihard met mijn knieën. Dus die is helemaal dik en blauw. En ik loop dus een beetje moeilijk. Maar dat kan je dus waarschijnlijk dus ook zien in de vlog morgen. Want Koen heeft gefilmd. Morgen? En... Vandaag? Ja, van... Oh ja, dat is vandaag. Maar ja, voor ons komt hij morgen online en jullie zien hem vandaag. En het is al laat. Ja. Hiervoor hebben jullie dat gezien. Maar ja. En ik heb ook geprobeerd te filmen, maar ja, dat vond ik niet te vertellen, want het is het eind. Jullie kunnen zo het... Wat een kut eind weer. We proberen het einde te verbeteren, maar het wordt alleen maar slechter. Maar ja. Hebben jullie tips? Ja, gelukkig zit Tommy hier nog wel om het een beetje beter te maken, zodat jullie kattenfilms kunnen kijken. Maar zoals jullie kunnen zien, zijn we dus ook erg vermoeid naar deze dag. En zien we jullie graag morgen weer terug. Dan doen we weer een nieuwe poging om een beter einde te maken aan onze vlog. Ja. En wat gaan we morgen doen? Kerstkrans maken. Oh, gaat Jody dan bij jou kerstkrans ja, morgen maken? Morgenavond. Oeh, dus Jody gaat morgen kerstkrans maken. Ja, dus, als jij wilt zien hoe je een kerstkrans moet maken voor jouw kerstshoot, kijk voor paard, vooral morgen. Voor je paard. Niet ja, voor je paard. Niet een gewone kerstkrans. Nee, voor je paard. Want Jody, die is heel lang bloemist geweest, dus zij weet precies hoe dat moet. Dus zij gaat dat jullie allemaal laten zien. En wij gaan kijken hoe Jody dat doet. Nee, we gaan helpen. Oh, we gaan helpen? Ik dacht dat Jody dat ging doen. Oh, echt? Maar wij dat gaan denk dus ik helpen. Niet. Volgens mij moest dat ik helpen. Dat denk ik ook niet. En Emily gaat helpen. Dus mee helpen maken. Ja, maar dat weet ik. Ja, dat is leuk. Dat gaan we dit weekend doen. Mm-hmm. Dat is helemaal leuk. Wanneer wil jij? Zaterdag of zondag? Zaterdag heb ik wedstrijd. Waar ik nog steeds iets voor heb geoefend en nu dus met een dikke knie zit. Het gaat helemaal goed komen. Alles komt goed. Ja. Maar dan is hij wel nog schoon. Dan kun je in ieder geval met hem weer op. Die is dan wel schoon. Ja. En misschien dat we dan terugkomen van wedstrijd. Ja. Ja. Ja, nee, niet, zeker niet ervoor. We gaan om 7 uur ochtends foto's maken. Want we moeten om 8 uur weg. Het is nog donker, hè? Nou ja, dat was het eind. Wij gaan. Doei doei. Nee. Oh nee, de kerstkalender komt nog. Oh, die komt zo eerst nog. Wie gaat dat en doen? Dan, jij? Oh, ja, nee, ik ben morgen niet. Wel op tijd uit. Dus yeah? Dat kan wel. Ja, dus ik ga de kerstkalender doen. En als ik niet op tijd ben, dan is het Emily. En we gaan het zien. Spannend. Wel twisten. Wie zal dat zijn? Wie komt er en wat zit erin? We worden echt vervelend. Doei! Nou, zoals jullie zien ben ik het geworden die het gaat doen. En het is vandaag alweer tijd voor vakje 14. Een ketting, stijgbeugels in het zilver. En we hebben het weer door de randomizer gehaald. Deze keer heeft gewonnen Lisa van Vlaanderen. Dus, heb jij hem gewonnen? Laat het dan weten in de reacties, dat je er blij mee bent natuurlijk. Oh, en Bobby wil ondertussen ook even aandacht, Bob. En vergeet ook niet een bericht te sturen via socials of via de e-mail. Kijk maar wat jij het handigst vindt.
En dan sturen we het naar je op. En wil je daar ook graag iets winnen? Reageer dan zeker onder deze video. En vergeet ook niet te abonneren en te liken. En dan zie je ons morgen weer. Of nou ja, voor mij vanmiddag alweer. Dus tot de volgende keer. Doei!